maar dat hier zit, dat is de winkel. Dat is ja, de winkel maar nog een zitruimte van achter. Ja, ja, recht op recht, door die deur. Door is nog een deur. De zaak is begonnen in 1942. Mijn grootouders zijn begonnen met een kapsalon eigenlijk. Hebben dat dan snel uitgebouwd naar een groothandel. En dan in de jaren 50 zijn ze naar Ninove gekomen, omdat de zaak dus heel snel groeide. En dan in 1979 heeft mijn mama het overgenomen. En dan in 2004 is de derde generatie begonnen. Dus je hebt er maar één de grote kuis in gehad, van onder tot boven het gebouw afgebroken. Ja, 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 we hebben ons best gedaan en heel weinig laten staan. Qua producten hebben wij de gekende merken zoals L'Oréal, Wella, Indola, Schwarzkopf, Holtwell. Maar ik ben ook regio-dealer voor Lissab, dat is een Italiaans merk die heel goed aangeschreven staat, vooral voor zijn kleuringen. En dus daar is ook een heel uitgebreid gamma zoals de traditionele merken eigenlijk. We zijn nu een showroom bijgekomen voor meubilair voor kappers. En ja, de merken zijn uitgebreid, komen nieuwigheden bij, producten, materialen. Ja, dat staat niet stil. Sabrina, u zegt er net voor kappers. Het is niet alleen een groothandel, hè. Iedereen kan hier langskomen, zeker? Hè? Zeker en vast. Iedereen is bij ons welkom. Leerlingen, particulieren, kappers, iedereen. Prachtig en bloeiende zaak teweeg. Laat ons hopen. En we mogen nog even vragen, hoe is het met de mama verder? Mama stelt het goed, dus door gezondheidsreden heeft zij in 2003, eind 2003 de zaak moeten stopzetten en heb ik dan de fakkel overgenomen. Maar gelukkig stelt ze het heel goed. En die fakkel die gaat lang blijven branden. Hè? Laat ons hopen. Sabrina, bedankt. Dank je. Van de kappercentrale Lisette, hoeveel jaar hebt u hier gestaan? 46 jaar. 46? Ja. Met spijt in het hart? Spijt in het hart toen mijn ziekte ben moeten stoppen. De kanker, ja. En wat vindt u nu van de zaak persoonlijk hier? Voor je vier, hè. Dat is zo vier tot, hè. Ja, heel vier. Maar spijtig genoeg, ik heb wel hartzeer dat ik niet meer ben, maar ja, is niks aan te doen, hè. En in het verleden was het bij u enkel alleen groothandel? Ja, maar als ik de zaak overgenomen in 1979, heb ik groothandel en kleinhandel. Want de zaak bestaat 73 jaar en mijn ouders was alleen groothandel. Maar als ik het overgenomen heb, was en mijn kleinhandel ook doen bijzitten mee. Ik mocht het zo ook verkopen. Natuurlijk, het cliënteel ook. Ik had het oudere cliënteel, ja. Dat is wel, ja, zij door wel meer eigenaar, ja. Allee, ja, die jonge mensen zijn wel iets helemaal anders, ja. Maar ik kom, zij is ook jonger, hè, Sabrina, daarmee. Dat voor haar ook wel beter, hè. Ja. Ja. Kan de mensen hier soms nog zien? Publiek. Komt u soms nog naar hier? O, ja, ja, ja. Ik kom hier regelmatig nog eens binnen en ik kan koffie drinken. Ja, natuurlijk. Ja. Het kan altijd gebeuren dat je nog een keer oude klanten tegen het lijf loopt. Ja, ja, vandaag heb ik er al veel gezien en toen mij echt deugd. En zij zijn ook gelukkig dat ze me zien. Ja, dat doet wel wat hartpijn, maar kom, dat zou wel... We wensen je alvast veel beterschap nog verder toe en geniet er nog verder van. Hè.